Vandaag gaan we het hebben over de maatvastheid van tegels. Hoe maatvast zijn ze eigenlijk en waar moet je op letten? Dat ga ik vandaag voor je uitleggen. Allereerst is het goed om te weten wat maatvastheid inhoudt. Maatvastheid in de tegelindustrie betekent dat een tegel na het droogproces is gesneden. Hierin maken fabrieken gebruik van een bepaalde productiemaat of kaliber. Een populaire afmeting is bijvoorbeeld 60 x 60 cm, maar een fabriek maakt hier gebruik van een kaliber van 59,8 cm. Een andere fabriek kan bijvoorbeeld weer gebruik maken van 59,7. Fabrieken gebruiken dus niet dezelfde kalibers, maar tegels zijn wel maatvast zolang ze uit dezelfde fabriek komen. Dan zit er nog een verschil in tegelmaatvastheid wanneer deze gerectificeerd is of niet. Gerectificeerde tegels die worden na het droogproces nog een keer gesneden. En zoals deze tegel die niet gerectificeerd is, gebeurt dat niet. Um, hierdoor heeft deze tegel nog allemaal rondingen aan de bovenkant. En door die rondingen kunnen de breedtes en de lengtes van zo'n tegel verschillen. Hier kan je goed zien dat wanneer ik de tegels tegen elkaar aanleg, dat er meteen ruimtes ontstaan in de voeg. Dit gebeurt niet bij gerectificeerde tegels die een stuk maatvaster zijn, zoals je hier kan zien. Hierdoor hebben gerectificeerde tegels een strakkere en smallere voeg. Oké, okay, nu weten we dat gerectificeerde tegels maatvaster zijn. Maar dit betekent niet dat ze ook altijd de afmeting hebben die van tevoren wordt gemeld. Het is namelijk zo dat volgens Europese wetgeving gerectificeerde tegels 0,4 mm mogen afwijken in de lengte en in de breedte. in Boch is een van de weinige merken die tegelvastheid hanteert over de hele lijn. Zo is elke 60-60 tegel, ongeacht of de vloer een wandtegel is, precies dezelfde kaliber. Je moet dus altijd goed opletten wanneer je tegels gaat combineren van twee verschillende merken. Zo kunnen ze beide als uh, afmeting wel 120 hebben, maar kan deze fabrikant net een kaliber hanteren van. 119,8 en deze 120,1, waardoor ze eigenlijk net wat van grote verschillen, kan het dus gebeuren dat je niet mooi uitkomt met je voeg, omdat ze niet even groot zijn. We kunnen dus concluderen dat elke tegelmaat vast is, zolang deze na het droogproces is gesneden en dat deze uit dezelfde fabriek komt. Het is namelijk zo dat elke fabriek misschien een ander kaliber kan hanteren. Heb je nou nog meer vragen voor ons over tegelmaat vastheid? Stel ze gerust in de comments, kom langs in onze showroom of neem contact op met onze klantenservice.